Ja, iedereen onder de 60 is opgegroeid met dit vertrouwde gezicht. Hij was ook mijn jeugdheld. Maar nu gaat het verhaal dat hij woedend op mij is. Dames en heren, hier is Bassie. Hey! Ja, jij! Jokje. Is een cadeautje voor je. Wat is er, Bassie? Ben je boos op mij? Nee, helemaal. Ik ben verdrietig. Je bent verdrietig? Ja, pak je cadeautje maar uit. Is dit een cadeautje? Ja. Explodeert het? Nee, helemaal niet. Is het uit Afghanistan? Nou, ik kan je wel helpen, want ik ben je bang. Oh, ja. Oh. Nee, dit is een prullenbak. Dan moet je nou al die smerige grappen van je induwen. Oh, wat leuk. Ja. Ga zitten, Bassie. Ga zitten. Eh? Ga zitten. Ga zitten. Nou, het is dat je zo vriendelijk vraagt. Ga zitten, anders begin ik weer met een typetje. Hoi. Bassie, want ik lees overal in iedere krant. Bassie is woedend op Jensen. Ja, hartverwarmend. Ze hebben zo'n gat in mijn deur geschopt. Is dat, ja, dat is echt waar. Echt waar. De mensen roepen hem op na. Ja, even voor de mensen die niet weten. Wij doen in ons middagprogramma op Your FM doen wij een typetje Bassie. Ja, en nou, typetje Bassie. Ja. Een imitatie van jou. Een imitatie doen we van jou. Ja. Nou, die gozer doet het erg goed. Die doet het wel goed, hè? Hij doet het zo goed, ze zien mij voor de man, maar ik heb de rottigheid. En dan ben ik een rare jongen. Ik heb 30 jaar lang met mijn broer hebben voor een prima carrière gezorgd. En als ik naar de bliksem wil, heb ik jou niet voor nodig. Nee, nee. Als je er ooit naartoe wil gaan, moet je me bellen, hè? Ja, dan bellen. Nee. Kijk, Bassie, luister. Jij bent natuurlijk een jeugdheld van mij, dat ja, weet je. Toen ik 10 was, dat is 1983, had ik 2 posters boven mijn bed hangen. Eén van jou met Adriaan en eentje van Patricia Pai. Die was in 83 al 60 jaar oud, maar ze zag er wel lekker uit. Ja, maar voel je mij niet met zwembroek? En jij is zwembroek heel. Dus Bassie, nee, weet je, als jij er last van hebt, joh, dan stoppen we daar natuurlijk gewoon mee. Nou, ik vond het bijzonder uiterlijk dat Jan belde hem op. Hij zegt, Robert wil het uitpraten voor de radio. Zeg, nou, dat vind ik sportief. En je hebt het gezien, ik heb in de Telegraaf vandaag gezegd, zeg, Robert toont toch ruggengraat. Eerlijk waar. Ja, absoluut. Ik heb een zwak voor je, kende al de vreselijk om je lach. Maar het liep gewoon uit de kloof. Dat vind je gewoon uit de. Ik vind het ook niet leuk als jij nageroepen wordt, Bassie Teringleier. Misschien ben ik het wel, maar ik wil niet nageroepen worden. Je vond het waarschijnlijk te confronterend. Ja, ik ben van mij, hé, niet van de waarzegger geweest. Nee, oké, okay, dus Bassie, ik denk, ik nodig je hier nog even uit. Ja, hè? Dan is het gewoon allemaal weer goed tussen ons, Bassie. Ik ga je niet zoen, hoor. Nee, zeker niet, met die rode neus van je. Maar er is wel ook nog iemand die het goed met je wil maken. Meen je dat nou? Ja, dat is namelijk dan inderdaad onze Bassie, dames en heren. Dit is hier, jongen! Hé, Bassie! Adriaantje! Ga je even zitten? Ja, dat vind ik ook. Hé, Bassie! Bassie, wat, maar, ja, je ging soms af en toe wel te ver, misschien. Ja, wat is te ver gaan, hè, tegenwoordig. Waarom, ja, kijk je deur even in, kom erom. Vlaring, hè? Vlaring, al jaren in de caravan, hè. Een prachtig ding, joh, hebben we in 1980 gekocht. Ja. Staat al jaren op hetzelfde terrein, is een prachtig ding. Ja. Hey, en waar wou je in de caravan gewoon met Adriaan? Ja, met Adriaan, onder andere, met Robin natuurlijk ook, hè. En met mevrouw, dus ja, dat is gezellig. Hey, maar word je... Zit jij er ook weer bij? Ja, van kanalen VG. Ja. Zo mooi, ik was net nog even in die kleedkamer, hè, bij Jan. Ja. Had ik zo'n kut op de kachel getekend. Ik ben de echte, ik zeg dat niet, ik ben de echte. Ja. Komt die terug, heb die zijn bek verbrand. Marianne! Maar moet je niet even Bassie je excuses aanbieden? Ja, Bassie, nou, spijt me wel. Dat hoeft niet. Je hoeft geen excuses aan te bieden. Maar ik wil gewoon dat je ermee stopt. Want ik heb er gewoon zakelijk... Kijk, ik heb nog 6 man in dienst. Ja. En daar heb ik ook verantwoording aan afgelegd. Maar ik maak je mijn complimenten voor de geweldige imitatie. Nou, dat vind ik heel aardig van je. Dat vind ik heel aardig van je. Ja. Maar jij vindt dat ook een goede imitatie van jou natuurlijk? Ja, je doet het ook wel lekker, hoor. Ja. Gek, ja, je moet het wel kunnen natuurlijk. Ja, natuurlijk. Maar hoe ga jij nou verder, Bassie, dan? Ja, nou een beetje dvd'tjes verkopen, gewoon in de stad en zo, hè.
En dan was het optredens in Papendrecht, de Velse Broekenborg er weer naartoe. Dus ik kom allemaal dik in orde, joh. Heb jij misschien nog een leuke mop even? Een moppie? Ja, nee, dat is wel een mooi verhaal ook. Ik bedoel, drie homo's op een fiets. Wat hebben die nou te vieren? Nou? De verjaardag van de middelste. Ja. En Bassie, nu jij. Nou, daar kwam een echte clownsmop. Ik werkte in een circus, daar was een clown. En die zijn mevrouw, die altijd zeker op een zekere nacht had het koud. En die directeur van het circus had het ook koud. Ja. Die clown was niet thuis. Ja. Toen zijn ze tegen elkaar lekker aangekropen in bed, lekker warm. En toen kwam die clown binnen. Toen zegt die directeur, hey, daar hebben we je man, nou gaan we lachen. Ja, ik begrijp je, ja. Ik word even doordrinken. Ja, maar dan moet je denken van mij. Zo'n boek kijken. Hé, hey, maar Bassie, hoe is het met Adriaan? Prima. Je moet de groeten van hem hebben. Dan moet je zeker de groeten terug doen. Ja. Hoe is het gezond? Nou, doe me de camera. Ja, 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 ja. Ja, ik doe het ook even. Adriaan, ik hoop dat het goed met je gaat. En ik vond het zo leuk toen hij hier met jou was. Ja, gaat prima met hem, want hij is daar een paar dagen over uit Spanje. Hij woont zeg maar 9 maanden per jaar in Spanje. Ja. En, 9, 10 maanden, ja. Nou ja, 9, 10 maanden uit een huis. Heel mooi huis. En hij komt af en toe komt hij naar Nederland. En verleden week zijn we naar de première van Hans Klok geweest. En dan stond hij weer lekker braaf te kantelen, hoor. Ja, ik hoor. Oh, ja, zo perfect is Klok er weer in, hoor. Nee, dat is onzin. Maar hij geniet weer de geduchten des levens. Wat, hij kan er weer van genieten? Hij kan er weer gewoon genieten, ja. Ja, zeker, ja. Maar het is natuurlijk... Ja, jouw Adriaan is... Ik word gek van die gozer, joh. Ja, hij is er weer... Nou, joh. Oh nee, Bassie, nee. Ben je nou weer boos? Nee, ik ben er. Nee, maar we moeten er ook geen grappen meer over maken. Wordt dit nou wel een beetje mooi geweest? Ja, nee. Je moet niet zo emotioneel worden opeens. Nee, maar... Binnen. Het is ook niet leuk hoor, voor een clown. Ik bedoel, iedereen lacht naar alle beroepen, maar het is helemaal niet zo leuk hoor. Nee, dat is ook zo. Nou, weet je wat Bassie... Ja. Nou, jongens, ik zou zeggen, Bassie, zoals ik al zei, van, ik ga ermee stoppen. Ik vind het een mooie afscheid. Ja, geweldig. Maar Bassie, ik kan jou, dat moet je wel beloven, altijd in de uitzending bellen voor een goede mop. Dat kan je weer doen. En kunnen we er tot slot nog eentje krijgen van je? Nee, ik ben even leeg. Zit even... Ik vind het emotioneel, hoor. Nou, heb jij er nog wel eentje voor je, hoor. Het is geel en als het in je oog komt, dan ben je dood. Nou? Een trein. Adriaantje! Wat ik nu voorstel is dat jullie samen misschien hand in hand de sunset inlopen. Ja, mooi einde! En op het laatste gaan jullie uit elkaar. En dan zullen jullie elkaar niet meer treffen in het mensenleven. En dan de muziek van Ghost eroverheen. Zullen we dat doen? In de montage. Dan gooien we de muziek van Ghost. Oké, en dan neem ik afscheid. Alvast, ik bedank mijn gasten Jan Marijnissen. We hadden Paul Jambers en natuurlijk de twee Bassies. Dames en heren, hier komt het emotionele afscheid van onze Bassie. Wow. Oh.